Welkom bij deel 2 bij Café Weltschmerz. Nog steeds met onze speciale gast Adam Curry. Ook wel de Potfather genoemd. There you go. <laughs> die naam heb ik mezelf niet gegeven. Die is uh, door. Nou, ik weet eigenlijk niet wie daarmee begonnen is. Maar waar staat die voor? Um, nou, eigenlijk in 2000, maar pas rond 2003, um, heb ik. <laughs> Uh, wat techniek bij elkaar geraapt. Uh, met, uh, met lijm en, uh, en touwtjes en plakband heb ik dan een concept neergelegd... waarbij je uh, een, uh, uh, een mp3 als een radioprogramma kon distribueren... wat uh, in eerste instantie naar uh, iPods ging. En dus, de, ik heb de naam niet verzonnen, podcasting, maar dat kwam later. En omdat ik een van de uh, uitvinders was... Uh, hebben ze mij de Godfather genoemd, natuurlijk een speling op Godfather. Ik weet nu achteraf dat uh, ik helemaal niks heb uitgevonden. Dat is God heeft dat aan mij gegeven en ja. heeft ervoor gezorgd dat ik dit deed. Want het, het maakt ook helemaal, het, het is zo raar dat ik zoiets ook. Uh, zou hebben uitgevonden. Het is gewoon tot stand gekomen. Ik was daar en ik faciliteerde het. Maar zo werkt het vaak met serendipity. Ik ga niet weer het hele gesprek over God voeren. Ik vind okay. het wel heel interessant. Uh, maar je was natuurlijk altijd al heel veel bezig met technologie. Uh, uh, vooral met uitzendingen. Dus uh, uh, ik, vanaf mijn dertiende bouwde ik al mijn eerste radiozender. Um, vanaf mijn vijftiende werkte ik, uh, ik bij Radio Tulipa, de ziekenomroep. Um, en ik was ook altijd bezig met uh, uh, illegale bakkies. Uh, de 27 MC toen de tijd. Ik had altijd antennes op het dak. Uh, ik heb in Nessen en Amstel waar ik woonde. Um, het was een geweldig... Dat heb ik nog nooit verteld. Het was een geweldige opzet. We hadden 900 mensen in het dorp. En Hakkie, dat was de, de melkboer. of uh, de, de groenteboer. één de winkeltje in, de, in Nessen en Amstel. Die had de centrale antenne op zijn huis. En ik woonde daar tegenover. Dus ik had... Uh, van school, christelijk christelijke scholengemeenschap Buitenvelder, had ik een uh, camera uit de fietskelder gejat. En dat was zo'n zwart-wit camera. Dan had ik een, uh, een doek opgehangen, een wit doek, en het projecteerde ik een filmpje op, een 8mm film, met die camera zo erop. En door drie, weet je nog, die splitters die je had, die mm -hmm. witte dozen, daar kon je, dan, uh, je, je kabel kon je dan aan twee televisies hangen. Had ik er drie achter elkaar gezet. En dan een, een antenne en die richtte ik zo. En op het moment dat Nederland 1 op testbeeld ging... <tus> dan kwam mijn uh, videosignaal voor het hele dorp. Uh, en dat was... Uh, dus ik was eigenlijk tv-piraat ook nog. Dus ik was altijd bezig met techniek en, en uitzenden. En dat piratengevoel, dat heb je je hele leven volgens mij gehouden? Ja, um, dat was... M uh, Veronica was natuurlijk uh, een piraatgevoel. We waren ook echt zeker in de mainstream. Uh, uh, de volle vrijdag uh, op, uh, op toen Hilversum 3. Ja, wij waren de, de piraten van, uh, van de Nederlandse omroep, zonder meer. Um, <tiek> later MTV, wat ook eigenlijk toen ik daar begon... was kabel, was kabel. Er gaat niemand op adverteren, er wordt helemaal niks. Dat is, dat is niet echt televisie, dus we waren ook een beetje piraat. En... Zeker hoe we televisie maken. MTV heeft heel veel uh, formats gecreëerd. Jump cuts. Hè. Dus het idee van over de as schieten. Dat was, MTV was weggegooid. Het was ook compleet guerrilla television. Ik kwam bij de NOS vandaan met 14 camera's, 3 uh, uh, make-up. Uh, uh, artiesten, uh, kleedkamers en alles en uh, volledige bezetting naar twee kameramensen en uh, de, de, de lichtman die kwam één keer per week en zei staat die blauwe stip die is van jou klunk 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 oké, okay, ben goed, zie je volgende week dat was complete guerrilla television dat is wel mooi om te horen, want wij denken ja, super, vanuit Nederland naar Amerika naar het grote uh, entertainment land ja, en dat was echt uh, houd je touwtje in het begin zeker, vooral er was, er, ben ik ben nu weer terecht gekomen Um, ik moest mijn eigen make-up doen. Dat, dat hadden ze helemaal niet. Uh, dus dat was ook eigenlijk een soort piratengevoel uh, En uh, ja, en toen podcasting, dat was helemaal, want geen regels. Ik bedoel, ja, dat, dat zette het hele idee van uitzenden op zijn kop. Uh, in plaats van dat je op een bepaalde tijdstip moest beginnen en, uh, en op een bepaald moment klaar moest zijn of op moest houden voor commercials. Dat werd allemaal uit gegooid. En je kon zelf doen wat je wilde. Uh, en dat, ja, dat kwam echt als een golf van, van vreugde voor mij. Uh, want ik wilde gewoon uitzenden. Ik, ik wilde al vanaf 1989 uh, um, op het internet al uitzenden. Maar ik wist niet hoe ik het moest doen. Mm -hmm. en, en toen, in, uh, toen was er ook nog bijna niemand aangesloten. Dus niemand nee, zou luisteren. Nee, de, uh, podcasting had die, die opleving tot 2007 ongeveer. Toen kwam Twitter, Facebook, YouTube toen was podcasting de uh, Podfather was de uh, Podfather uh, <laughs> onderaan uh, pagina 56 en in 2015 toen was er ineens een opleving wat een heel mooi moment was want we hadden toen streaming het idee van binge-watching, dat was in Amerika heel groot. Mensen kwamen maandag aan op kantoor. Oh, helemaal zo van, ik heb alle vijf seizoenen van Breaking Bad heb ik bekeken. En er kwam een programma, het heette Serial. En het was een, kijk, hier ben ik. Wauw, dat is mijn. Dat was echt jong. Ja, dat was toen ik WITBFM was. Ik ben drie maanden op universiteit geweest om broadcasting te studeren. En ik vond helemaal niks. Maar ik was uh, wel bij het radiostation en dat staat voor We're Into Bong Hits. Dat is WITB. Je you know weet wat een bong hit is. Ja, oké. En je ziet, ik had daar ook een paar bong hits genomen blijkbaar voor deze foto. Het valt nog mee hoor. Um, maar toen kwam dus in 2015 kwam Serial. En wat was het mooie daarvan? Was ten eerste um, True Crime. Dat was een, een zeer aantrekkelijk format. Maar je moest echt wachten tot de volgende week om te horen hoe het verder ging. Er was geen binging. En dat werd ineens, uh, vooral onder vrouwen... Vrouwen vinden True Crime blijkbaar een te gek format. Dat was iets van, wauw, op kantoor, wat denk je dat er gaat gebeuren? Ik kan niet wachten tot zondag, tot de volgende aflevering. Dus dat, dat trok het helemaal uit zijn verband. En toen kwam een echte een opleving van, uh, uh, van podcasting. En... Uh, en dat heeft nu na, de, na corona heeft het weer een beetje een, een, een afvloeiing. Vooral omdat er uh, een podcast-industrial complex uh, werd opgezet. Van uh, heel veel reclamegeld ging erin. Uh, totdat ze erachter kwamen dat je het eigenlijk niet kan meten. Uh, hoeveel mensen nou eigenlijk luisteren. Um, en, uh, en Waarom kan je niet meten? Uh, het, uh, podcasting is... Het hele systeem was opgezet toen we nog geen bandbreedte hadden. Uh, dus het idee was, je had je iPod en je had je, je programma's waar je op geabonneerd was. En ja, in de, midden in de nacht download het alles. Want je, toen, als je iets wilde downloaden, kon je 15, 20 minuten wachten. Je kon het zeker niet in real time krijgen. Um, dus het idee dat jouw app, je podcast app, continu programma's aan het downloaden is, die dan klaar zijn voor jou om te beluisteren, zit in het DNA. Dat betekent dat er veel gedownload wordt, maar zeker niet alles beluisterd wordt. Um, hoewel nu dat iets minder is. Um, uh, nu is alles streaming, dus er is. Maar, maar uiteindelijk, de, de apps geven die, die data, wat ze noemen first-person data, geven ze niet door. Dus, het is, dus alles is nog steeds gebaseerd op downloads, uh, wat gewoon uh, niet een goede metric is. Ik, in het algemeen, uh, internet. Uh, Statistieken zijn crap. Iedereen liegt. Nou ja, uh, dat wil YouTube, YouTube zegt oh, als je zes seconden hebt bekeken dan is dat een view. En het, is, het, is, het, is niet, uh, het is niet een eerlijke manier van uh, geld nemen van mensen. Met het idee dat het publiek een boodschap gehoord heeft. Maar is marketing dat ooit wel? Nee, wat, de, de slogan is altijd uh, de helft van mijn advertentiegeld werkt. Ik weet alleen niet welke helft. Dat is al het probleem met, met, alle, met alle advertenties bijna. Ja. ja, dus je bent een van de grondleggers überhaupt van de technologie, kan ik wel, wel noemen, um, van het podcasten. Maar daarna ben je ook een eigen podcast begonnen, No Agenda. Mm -hmm. En wat was nou de reden uh, waarom je die begon? Um, en dan komen we later op dat value for value, want dat mm -hmm. is ook een interessant verhaal vind. Um, nou, Eén stapje terug, toen, toen dit podcasting tot stand kwam, deed ik een dagelijkse podcast, dat heette Daily Source Code. <clears throat> en die deed ik puur voor de ontwikkela om, ontwikkelaars naar me toe te trekken, die dan uh, in open source uh, podcast-applicaties bouwden, want we hadden toen geen telefoons, en smartphones. En je kan natuurlijk moeilijk iets bouwen als je geen content hebt om daarmee aan de slag te gaan. Dus ik deed elke dag een programma. En ik praatte alleen over wat, hun, wat zij aan het doen waren. Dus het ging puur over, de, over het opbouwen en wat we ontdekten. En, oh, er is een nieuwe show. En dan vertelde ik dat je kon abonneren op die show. We hadden een kleine um, uh, index uh, gebouwd. Ik geloof dat in 2006, 2006 ja, hadden we misschien 4.000, 5.000 uh, podcasts wereldwijd. En um, toen belde Steve Jobs mij en hij zei, Adam, ik wil, uh, uh, ik wil radio's voor jou bouwen. Dat, hij snapte precies wat ik wilde, want de iPod was een radio, dat is wat ik zag. En ik heb een gekke meeting met hem gehad, één op één, voor een uur. En uh, toen introduceerde hij um, uh, podcasting in iTunes, toen nog met de, met de, de iPod. Uh, en, hij is, en ik heb één e-mail daarna met hem gehad en het was, Adam, ik denk dat jouw idee van een... Een podcastnetwerk met advertenties Dat is een goed idee. Hier zijn, uh, zijn we contacten. Ik breng in contact met uh, Kleiner Perkins en Sequoia Capital. <coughs> Dat zijn de grootste venture capitalists van uh, Silicon Valley. En ik, uh, mijn oude partner, uh, ik had wel eens een, een bedrijf naar de beurs gebracht. Mijn oude partner opgebeld, zegt: "Nou, gaan we gaan weer aan de slag." En we gingen een podcastnetwerk bouwen. Slecht idee. Hoop geld uitgegeven. Niemand heeft er iets aan overgehouden. Is misschien een heel ander gesprek. Maar tijdens uh, uh, de duur van uh, dat bedrijf, wat in San Francisco was, kwam ik John C. de Warak tegen. En hij is iets ouder dan ik. Ouder dan ik. Um, uh, en hij was heel bekend als uh, stugge, cranky uh, guy. Um, en hij schreef altijd zeer controversiële stukjes, uh, columns. En mensen kochten vaak het blad alleen maar om meteen naar de achterkant te gaan... en zijn column te lezen. En uh, uh, de eerste kennismaking was... Uh, What's your deal, Curry? You know, people don't like you. Are you rich? Ik zei, okay, laten we eens even gaan lunchen... en we gaan met elkaar praten. Um, en ik pendelde toen... tussen San Francisco en Londen. En Skype... Uh, bestond toen net een beetje. En uh, wij... skypeden dan één keer in de week of zo... als ik in Londen was, met elkaar. We namen de kranten door. Ik zei, kijk, dit is wat... Uh, Financial Times hier en de Daily Mail. En hij zegt: Goh, dat, dat, dat rapporteren ze hier heel anders. Dat was ook rond de tijd van de inburgering van uh, de euro en uh, Schengengebied. Um, en ik had natuurlijk ook internet uh, thuis. Dat was redelijk snel. En uh, voor mij begon het dat ik uh, uh, het Verdrag van Lisbon ging lezen. Uh, en, we, en we hadden ergens nog Ierland die verkeerd gestemd had, moesten opnieuw stemmen. Dat was ook wel erg goed. Van, <laughs> Jullie hebben nee gestemd, opnieuw stemmen, oh nu is het, ja heel goed. En ik lees dat en ik zeg, er staan hier dingen in, Daar lust er De lusten honden geen brood van. De protocollen, wel of je dat wel eens gezien hebt. Maar de protocollen uh, staat dat um, als je wegloopt, um, als je vlucht van politie, als ze jou dan uh, in de rug schieten, dan is dat uh, wettelijk. Uh, als je een, uh, uh, een besmettelijke ziekte hebt, dan kan je opgepakt worden en uh, in quarantaine gegooid worden. Boy, how about that, huh? In 2005 of 2006 hadden we dat al door. En ja, die waren overgenomen uit de International Health Regulations van 2000. Dat, dat weet ik, dat zal best yeah. wel. Maar ik zag het alleen in die mm -hmm. protocollen. En Alexander Pechtold heb ik toevallig een keer gesproken. Hij heeft me mm -hmm. kamervragen overgesteld. En alleen maar crickets mm -hmm. hoorde je dan. Um, tegelijkertijd kwam er een boek uit Legacy of Ashes. En dat is een boek over de CIA, geschreven door een ex-New York Times uh, reporter. En mijn oom kwam daar heel veel in voor. En mijn oom uh, leeft nog steeds uh, heel hoog in de CIA. Uh, was uh, national security advisor voor Bush uh, Senior, toen hij vicepresident was. Um, en Bush Senior was ook uit de CIA al. Zeker. Um, het had ook te maken met Iran-Contra. En uh, werd toen ineens uh, ambassadeur voor Korea. Dus, ik bedoel, maar ik ken zijn verhaal en uh, ik vind hem een patriot. Ook al heeft hij een paar rare dingen gedaan. Maar het boek was, he, was interessant. Ik bel ook en zei: Hey, Uncle Dan, is dit waar? <laughs> wat, wat ik allemaal lees. En zeg: Ja. ja zei, Zo herinner ik me ongeveer wel. En uh, nee, het was geen goed boek over de CIA. En toen dacht ik. Ah, we moeten hier wat mee gaan doen. En John en ik waren dat gewoon aan het bespreken op Skype. En uh, ik geloof dat hij zei, waarom nemen we het niet op? Ik zei, oké. Okay. Ja. Uh, en, uh, en we doen het als een podcast. We zitten tenslotte in de podcastbusiness. Hij zei, ja, dat is een goed idee. En dus dat hebben we gedaan. En uh, we besloten van meteen af aan dat we geen uh, advertenties of zo wilden dan niet hebben. Om één reden. Later is een tweede, de tweede reden is dat je nooit alles kan bespreken. Want dan ben je niet brand safe. Maar de echte reden was: we willen geen vergaderingen hebben met uh, adverteerders. <laughs> we, we willen helemaal niks met adverteerders uh, te maken hebben. Dus we zijn gewoon begonnen en, uh, en, uh, en het ging eigenlijk over niks. En aan de andere kant ook, zo, we, we zaten er niet op een politieke manier in. Dus no agenda was de naam. Nou, maar was dat zo? Want je, je werd getriggerd door. Dat je zag, er zijn dingen in het nieuws, die worden op verschillende plekken anders weergegeven. En er is nog een verhaal onder, wat niet in het nieuws komt. Um, ja, maar ik denk dat no agenda slaat meer op het idee, we worden niet betaald om dit te doen. We, ja, dus de, jullie hadden geen agenda. Wij, mee, he, wij maar, hebben een agenda. Jullie bespraken wel geopolitieke Alle, agenda, alle, agenda, agenda. alle agendas, maar wij hadden geen agenda. Is dat echt mogelijk? Nee, iedereen heeft natuurlijk een agenda, maar wij zijn zeker niet uh, het altijd met elkaar eens. En dat wil je ook niet hebben. We zijn niet eens vrienden, 17 jaar later. We zijn niet echt, echt vrienden met elkaar. Uh, we praten 6, 7 uur per week met elkaar, meer dan genoeg. Um, en ja, dat begon en um, dat we waren heel vroeg hiermee. Oh, dit is een, een soortgelijk programma. En dat bouwde en dat bouwde en dat bouwde. Um, en op een gegeven moment zeiden we, het is eigenlijk wel veel werk. <laughs> uh, Jullie moeten ons steunen. En, uh, en dus, nou, dus uh, stuur ons, uh, ik geloof dat we 3 dollar per week of per maand met het resultaat dat we echt niet veel geld binnenhaalden. Um, wat teleurstellend was. We zeiden, nou, misschien moeten we het maar niet gaan doen. Maar wat vinden jullie het nou eigenlijk waard? Yeah, what, what value do you place on this work that we're doing? Stuur ons dat. Zet dat om in, in dollars en stuur ons dat. En we kregen eigenlijk veel meer, 5 dollar, uh, maar een ontzettend veel, uh, een, een redelijk groot aantal, 50. En uh, enkele van 500 en een van 5000. En toen we hebben nooit meer omgekeken. Dit is het. Gewoon, we, we ja. give you the value. Er zijn geen, geen hindernissen, geen levels, geen uh, zijn paywalls, nothing. We geven het. Uh, je kan ons uh, die value teruggeven. Uh, voor, voor, de een, voor de een is, uh, is 5 dollar heel veel, voor de ander is 5000 niks. Dat blijkt. Want en we, ik kan niet bepalen wat, wat de waarde is voor iemand anders. We hebben, dus dat noemen we de value for value model en dat hebben we later uitgebouwd. Omdat het net zo belangrijk is als iemand ons helpt met iets waar je normaal geld voor zou moeten betalen. Techniek, promotie, et cetera. Um, dus uh, er kwam dan de, de Three T's, time, talent, treasure. Door alleen maar iemand te vertellen um, dat ze naar No Agenda moeten luisteren, daar he, dan heb je dus al ons geholpen. Um, Void Zero, Mark, die woont in Groningen, doet al 15 jaar onze servers. 15 jaar, dat is ongelooflijk. Um, websites, uh, alles wordt door, wel, eigenlijk van het begin af aan gezegd, je bent geen luisteraar, je bent een producer. Everybody is a producer. En iedereen heeft verstand van iets. En als je ons hoort stom lullen over iets, is het jouw taak om ons te e-mailen en uit te leggen wat we verkeerd zeggen. Of als iets in het nieuws speelt, laat het ons weten. En ja, dan ineens. Open de wereld, dan, dan heb je meer producers dan een mainstream uh, programma kan, uh, kan, kan betalen. En als je iets in de luchtvaart, we hebben piloten, we hebben uh, um, air traffic control, we hebben steward um, flight attendants. Um, uh, komt het uit de medische wereld? Heel veel dokters, veel tandarts, zo menen van de reden. Nee. Um, uh, law enforcement, militair, alles. En je kan dat trianguleren. Je krijgt dan hetzelfde soort bericht van verschillende mensen. Dat is veel meer waard dan uh, Klingendaal. Dat vind ik heel erg als onze organisatie met de Stichting ja, voor ja, Waarheid nu. Ja, precies. En, en op het moment dat je. Nou, het, het, er gaat wel veel werk in zitten. Want mm -hmm. de e-mail die binnenkomt is. Ik, bedoel, ik heb zelfs bepaalde folders voor bepaalde mensen. Uh, want ik weet, oké. Okay, die heeft wel eens wat interessants, maar het is zoveel, daar ga ik dan één keer per dag naar kijken. Want anders dan zie je die 500 op één dag en dan word je gek. Dus, hè, dus dat, dat moet je een beetje verspreiden. En inmiddels is dat, ik heb een heel systeem eromheen gebouwd. Een, een heel, um, ja. Echt, data management systeem. Een heel ja. uh, data management systeem. Wat dan doorvloeit naar uh, de show notes, wat zeer uitgebreid is. En wat inmiddels, kan je naar bingit.io gaan. Uh, en dat is een hele search engine. Uh, je kan van de 1600, was het 68, oh, ik denk, ik heb net nog... uh, uh, aflevering, kun je alle transcripts zoeken, alle show notes, alle, alle, we publiceren alles en je kan het heel makkelijk vinden. Je kan zelfs een clipje ervan maken en dat uh, uh, delen met andere mensen. En dat is allemaal gedaan door de uh, No Agenda Community. Die dan, eh, Ik ben in Amsterdam nu en dan is er een meet-up en dat zijn mensen die elkaar gevonden hebben door de show. En op eigen kracht, en het gebeurt wereldwijd. Uh, elke week zijn er verschillende meet-ups, waar ze gewoon bij elkaar komen en praten over dingen. En, uh, dus het is. Het, het is een community, dat is wat je Het is, het je is, hier is een wereldwijde geplaat. community. Ja. ja, wereldwijd. En ik hoor hier ook, misschien vul ik het voor je in. Kult? Nou, niet klont. Nee, dat wordt mij ook wel eens verweten. Maar mensen snappen niet dit verschil. Dat jij gewoon een service levert in die community. En dat al die mensen in de community helemaal geen hiërarchisch verband met jou hebben. Nee. Dus ik, ik hoor hier bijna anarchisme-socialisme in. En toevallig ben je ook eventjes lid geweest van de SP. Is dat toevallig of zit er meer achter? De SP, dat, dat ging anders. Uh... Toen, uh, Ik was inmiddels terug in Nederland en ik was heel. Dat was voor het podcasting nog. Um, want podcasting komt uit weblogs, uit blogs. 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 De, de techniek is uh, voortgekomen uit weblogs met RSS. En um, ik deed toen een. Ik geloof dat ik een ochtendshow deed een tijd. Uh, dan weet ik niet of het. Met Jan Marijnus, toch? Nee, maar ik, ik weet niet of het Arrow was of bij Veronica. Maar Jan Marijnus was gast. Misschien was het Veronica. Um, en ik zeg. Marijnissen, je bent zo goed met schrijven. Je bent een, een natural. Je moet gaan webloggen. Hij zegt, webloggen? Wat is dat? Ik zeg, nou, dus ik, ik leg het hem uit. Ik zeg, als jij een maand lang elke dag een blog doet, dan word ik lid van de SP. En zo is dat gekomen. <laughs> en zo is dat. En uh, ik geloof dat ik nog, ik, misschien ben ik nog steeds lid, ik weet het niet. Uh, maar, maar dat was de belofte. En ik heb dat aan mijn kant natuurlijk goed gemaakt. Want hij gelooft dat hij nog steeds schrijft. Hij is nooit opgegaan. Leeft hij nog? Volgens mij wel. Ja. <laughs> Een van de AI die nog, die nog blog Dat weet je natuurlijk nooit meer. deze Maar zijn dochter uit. zit in de politiek toch? Die is er net uit. Was oh, net uit? Ja, okay. Bij de laatste verkiezingen okay. is ze opgestart. Maar ik vond hem altijd oké, okay, gozer. Ik vond hem, ik vond Hij hem kwam okay. oprecht. Maar over. ik ben zeker ja. uh, geen socialist. Nee, want dat ik hoor eigenlijk twee dingen. Eén is die community bouwen. Uh, nivellering, geen hiërarchie, uh, value for value. Mm. En aan de andere kant uh, woon je in Texas, uh, moet je niks hebben van woke, uh, nee. uh, En kom je een beetje libertarisch over? Je zit ook in de crypto, daar heb ik daar ja. ook nog een vraag over. Maar hoe zit dat? Nou, je kan geen label op mij plakken. Ik ben uh, polit politically homeless. Uh, ik hoor nergens bij, ik wil ook nooit bij een club horen, vind ik niet. Behalve dan SP was een belofte. <laughs> Um, nee, dat, dat trekt mij niet. Ik ben niet geïnteresseerd. Uh, sterk, zelfs in de meeste Amerikaanse verkiezingen kies ik altijd voor de, voor de melood. Ken je die gozer met de, met de laars op zijn hoofd? Er zijn er altijd van in, independent kandidaten. Mm -hmm. En eentje heeft letterlijk een laars op zijn hoofd. En, uh, en ik stem altijd voor dat soort mensen, om, zodat we niet vergeten. Maar dat, je stemt wel. Ik dat stem is je altijd. Recht. Ja. Ik, ik, zodat we niet vergeten dat iedereen kan president worden. Je hoeft niet ja. een republikein of een democrat te zijn. Mm -hmm. Is dat in de werkelijkheid zo? Nee, dat is natuurlijk wat moeilijker. Maar ik doe dat in, de, in het algemeen, juist om dat, om dat vol te houden. Dus ik, uh, ik, ik heb niet, ik voel me niet verwant met, met een politieke partij. Ik ben wel conservatief, denk ik dat je. Want ik ben oud genoeg, zeker nu, om te weten hoe Amerika was mm -hmm. en hoe ik het leuk vond. En ik wil dat, dat mijn kinderen en de, en de kinderen van de buren en dat zij ook dat kunnen meemaken. Want wat het nu is, is vind ik niet zo, niet zo geweldig. Um, ik denk mm, meer uh, anarchistisch misschien, mm -hmm. zoals No Agenda werkt. Want het is, is com compleet free for all en er zijn eigenlijk geen regels. Um, ik, ik, ik kan het niet uitleggen. Uh, hoe, maar je hoe, hebt het al redelijk uitgelegd. Ja, maar hoe ik, dat tot stand is gekomen, is, is, is echt magisch. Hoe. Mm -hmm. Lang, dit, dit wordt 17 jaar in oktober. Het is de langste gig die ik ooit van mijn leven gehad. Ik, ik kan niet geloven. Ik, en iedere zondag en donderdag, ik ga fluiten. Ik ben de hele, dag, he, de hele week bezig met voorbereiding, maar ik ga fluitend de studio in. Ik ben zo blij. Ik mag dit doen. I get to do this every single time. Ja, het is een en, roeping. En, en, en juist omdat het komt van, van de producer zelf, zij helpen het. Bedoel, clips en ideeën en links en. En het, het, is, het is echt een droom voor een programmamaker. Echt een droom. Dat je zo'n... Uh, ik, ik ben natuurlijk ook eindredacteur. Mm -hmm. nee, ik bepaal zelf al wat ik doe. Maar ik weet niet waar de war mee komt. Die komt met zijn eigen uh, clips en alles. En, en, en we hebben gewoon een gesprek. We doen geen voorgesprek. We, gaan, we, we spreken niet af. Het is ook een... Ja, want het is redelijk lang. Eigenlijk, wat, waar Rogan groot mee is geworden... En hij heeft dat hele... Concept van, nee hoor, een uitzending hoeft niet 45 minuten te zijn, maar mag drie uur zijn. Mm -hmm. Als ik kijk naar hoe lang jullie podcast duurt, dat, dat was het ook al. Ja, dat deden we al, al, al een tijdje. Uh, Joe was er wel, die kwam in 2010, denk ik. Zo'n beetje, misschien iets eerder, 2009. Um, maar omdat we, John en ik allebei uit de radio komen, uit televisie, hij ook meer uit de printkant. Het is een performance. We zijn daar een, een show aan het opzetten. En, en uiteindelijk, ik probeer helemaal aan het lachen te maken. Hij probeert mij aan het lachen te maken. Of ik probeer, ah, jij denkt dat jij een goede clip hebt. Nee, luister naar mijn clip De Clip of the day en dat soort nonsense is er allemaal uitgekomen. En um, de rest, alles is van, de, van het publiek gekomen. De producers hebben alles verzonnen. Wij hebben geloof ik nooit een jingle gemaakt. Dat is allemaal, van, allemaal ingestuurd. We hebben nog nooit iets zelf gedaan. Maar we zijn lazy. We love that. <laughs> maar je hebt dus ook een grenzeloos vertrouwen in je publiek. Ja, en, en, en als we een misstap maken, dan, uh, dan laat het publiek ons dat wel weten. Ja. Zonder meer. En uh, we zijn de eerste die zeggen, oké, okay, we got that wrong. Pff, yeah, it's oké. Okay. Donderdag weer een show. <laughs> we'll try again. Ja, yeah, tuurlijk. Ja, mooi. Ja, ik vind, ik vind uh, en vooral... Zo'n meet-up en dan kom je al deze mensen tegen en ik, je legt ook gezichten. Uh, uh, Sir Tim, die weet ik veel hoeveel jaar hij de website heeft gedaan, ik zie, ik, ik zie hem voor het eerst. Hij is, Wauw, wat, wat een geweldige, geweldige community is dit. Dit is alleen maar Nederland. Dit is over, overal ter wereld kom je er tegen. En, ik kan, en, en dat is eigenlijk het mooiste. Als ik ooit in de problemen kom, ik weet dat ik met één bad signaal. Uh, Komen ze, komen ze. Precies, nee, maar dit is eigenlijk al het antwoord op wat we meemaken aan de andere kant met Agenda 2030. De atomisering, de technocratie. Gewoon puur, eigenlijk is dit een beetje zoals de swarm theory werkt. Het is een zwerm van mensen die een losvaste verbinding hebben, die eraan toevoegen. Eh, die gedreven worden door menselijke waarden in plaats van een sterk hierarchische structuur met ja. macht als doel. Misschien moeten we een politieke partij worden. Misschien kunnen we. Wel nee, doen. ik zou. Het wel. <laughs> nee, dan, dan valt het uit elkaar. Want dan speel je elkaar. mee in dat spel. Ja, nee, dan Word. valt het uit elkaar. Um, ja. En, en ik, kijk, ik denk dat we een miljoen mensen hebben. Uh, ik kan, nogmaals, je kan het niet precies meten. Maar alle metingen die we kunnen doen. 900.000, miljoen, 1,2. Het komt en het gaat. Um, maar ik, volledig wereldwijd. Yeah, natuurlijk yeah, uh, beetje, is, ja, natuurlijk. een het is in het Engels, uh, dus vooral de. Uh, Nederland is studeert. nummer drie. Nederland nummer de, drie. Ja, uh, Amerika natuurlijk, mm -hmm. uh, veel Engeland. Uh, maar ook uh, ja, Nederland is redelijk hoog. Uh, maar ook uh, Japan hebben veel mensen in Japan. Uh, een aantal in China. Het is overal. Um, ik weet niet of, die, of, of de swarm echt wat kan doen, maar uh, door de jaren heen geloof ik wel dat het invloed heeft gehad op, zullen, zeker op, uh, op onderdelen van de maatschappij. Nou, ik, ik denk dat je het niet moet onderschatten omdat er op geen enkele manier controle op kan worden uitgeoefend door adverteerders, door politiek, nationale yes. uh, of bedrijven of wat dan ook. En dat maakt het heel sterk, maar ook in die zin een bedreiging. En nou... Maak ik het bruggetje naar een van de uitzendingen waar jij te gast was bij Jensen? Mm -hmm. uh, Jensen doet een beetje jouw werk in de Dat is Nederlands. toen ik een wappie werd, all of a sudden. Ik ontdekte het ja. woord wappie. Je is een wappie! Wat? <laughs> ik ben een wappie. Je bent een wappie. Ik ben een wappie. En proud of it, volgens mij. Ja, waarom niet? Het klinkt lekker. Wappie. Maar <laughs> <laughs> <Buppie. laughs> nou, vooral. Jouw inschatting over die machtsstrijd binnen de Verenigde Staten mm. uh, tussen de DOD en de CIA. En later uh, kwam Mike Benz, een journalist uit de Verenigde Staten, die ook uit de Intelligence Community yeah. komt, die eigenlijk dat hele verhaal bevestigt. Hè? Yeah. Dat die al die, die invloedssferen, mm. wat wij de Deep State noemen, mm -hmm. inderdaad elkaar aan het pootje haken zijn of dan weer aan het samenwerken. W wat is jouw verwachting? Hebben die een, 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 een pact gesmeden of is er inderdaad nog een soort van de CIA boven of de DOD? Uh, nou, er zijn verschillende fronten. Het is CIA-FBI, dat is, de, dat is de, een zeer grote strijd. Dan is het CIA, het is DNI, hè? de Defense, uh, of DIA, Defense Intelligence Agency en de CIA. Maar vergis je niet, de State Department heeft een Intelligence Agency, dat zijn er 17, 18. Um, maar ik weet niet of dat echt de deep state is. Um, die, die bepalen zeker dingen en, en regelen dingen, maar veel erger is de EPA, de FDA, um, de IRS. Dat is, dat is het probleem. Maar dat is echt hardcore ambtenarenapparaat. Het, het, ja, de administrative state is echt ja. het probleem. En, en je noemt al agenda 2030, dat komt niet van de CIA, die don't care. Dat komt van de EPA en de FDA en de World Health Organization en climate change. Mm -hmm. Dat is wat dat is. Ja, en dan kom je daarna weer bij de Rockefellers uit. Ik bedoel, daar ja, hebben we heel wat uitzendingen over gemaakt. Ja, maar, maar vergeet de Rockefellers. We lachen allemaal om climate change, maar laten het gewoon verder voortgaan. Wanneer mm -hmm. stoppen we dat nou? Wanneer zeggen we zo eens nee? Nou, het is bijna failliet. Ik, ik heb het gevoel dat het, uh, dat het verhaal echt volledig poreus is geworden. Maar het geld komt nog steeds voor vrij. Ja, maar de grote, de grote investeringsmaatschappijen zijn volgens mij al uh, een reservering aan het maken. Die hebben genoeg geld onttrokken. Kunnen ze het nog gebruiken om uh, de big shake-out te doen, zoals bij de financiële uh, crisis? Om, om de kleine bankjes te klein, uh, klein te maken en die multinationals nu alles ja, op nou, te laten slopen. Op het moment uh, dat we een, uh, een mondiale overeenkomst hebben over de prijs van carbon... Mm -hmm. Dan, dan hmm. hebben ze wat ze willen. Want dan is ineens je, uh, je climate change is je geld geworden. Ik denk dat dat... En dan zit je da aan de andere kant ook aan een central currency vast dus. Of een, uh, of een, uh, re een, een uh, reserve currency. Hmm. Um, op het moment... Want kijk, carbon, CO2, wat ook dit magisch iets is... Dat is hetzelfde door de hele wereld. Um, dus op het moment dat jij dat kan gebruiken als geld... Je, je carbon, dan, dan hebben ze wel wat. Want niemand wil het financieren. Ja, want dat, is steeds, dat is nu weer het probleem met de, met de Green New Deal en, mm -hmm. en, en alles. Oké, okay, maar we gaan nu COP29. We gaan het nou echt hebben over hoe we het gaan financieren. En ja, niemand wil er eigenlijk voor betalen. Maar op het moment dat je dit onzichtbare uh, uh, kwade goed, mm -hmm. dat je dat kan verhandelen, tokenization, mm -hmm. dat is misschien waar ze naartoe drijven. Nou. We zijn heel hard op weg. Hè? We ja. hebben de CEBAM in Europa. Ja. Dat is de carbon border, uh, wat is het adjustment mechanism. Ja. Zo zijn er nog een paar van dit soort regelingen. Dus die, die, die monetarisering van carbon gaat ja. heel hard. Ja. Maar wat we ook zien is de totale destructie van de economie en de de-industrialisatie van Duitsland. Dat is geïmplodeerd. Nederland holt er hard achteraan. Dus ergens denk ik ook wel dat de wal het schip gaat keren. Een uh, hoop dingen daar. Uh, ten eerste, uh, het spijt me namens alle Amerikanen... voor wat wij gedaan hebben met, uh, met, met de EU. Want wij hebben die stomme pijpleiding opgeblazen. Dat heeft, ja. dat heeft, dat heeft Duitsland kapot gemaakt. It's bad. It's, mm -hmm. That's bad. En daar moet iemand echt voor boeten. Want uh, ja, op het moment dat Duitsland niet meer kan produceren... dat is, heel, dat, dat is de economie. Ja. Alles uh, valt daar in elkaar. Ik ben bang dat het de bedoeling was... Ik ben daar bang voor. Dus uh, ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, maar dat is, dat is heel erg slecht. Um, uh, daar komt bovenop, hoe stom zijn ze daar in Duitsland? Gooi je kerncentrales weer aan? Wat ben je aan het doen? Uh, uh, dat snap ik niet. Dus economische zelfmoord. Ja, yeah, maar, de, maar de, de burgers zelf, die, 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 oh nee, het is toch. Wel, als ze niet wakker worden, dan komen ze er wel achter. Mm -hmm. um, dus. Daar moet gewoon iets gebeuren. Daar moet gewoon iets gebeuren. Laten we hopen dat dat uh, sneller is dan later, want het ja. is heel veel schade dat veroorzaakt wordt. Maar je hebt het nu over een onzichtbaar iets, carbon, wat dan gemonetariseerd wordt, maar je bent heel erg enthousiast over cryptocurrency, maar dat is toch net zo onzichtbaar. Nee, ik ben alleen maar enthousiast over Bitcoin. Oké, okay. ik, ben, Leg ik uit. ben niet enthousiast over cryptocurrencies. Vertel orange pill in de hoek. De um, originele cryptocurrency is bitcoin. Mm -hmm. um, alles wat daarna is gekomen is niet bitcoin. Mm -hmm. Bitcoin werkt alleen maar omdat er honderden duizenden uh, uh, mensen wereldwijd zijn die dat netwerk in stand houden. Op vrijwillige basis, op uh, egoïstische basis, om het, uh, je wilt het zelf Um, houden en zelfdraaiend houden. Er is geen CEO, er is geen baas. Er is... Bedoel je dat dat blockchain-gedeelte, dat het gedecentraliseerd is? Dat is Bitcoin. Is? Ja. Dat, dat maar is zijn Bitcoin. er niet andere crypto's die datzelfde hebben? Nee. Um, Oké, okay. niet helemaal waar. Um, er zijn een paar die dat mm -hmm. hebben, maar die hebben niet de schaal van, mm -hmm. uh, okay. van 15 jaar Bitcoin. Uh, maar in het algemeen. Wat wij dan shitcoins noemen, die hebben, die hebben allemaal een CEO of een bedrijf wat erachter zit of een nevenfunctie wat eigenlijk nergens op slaat. Bitcoin is, is open source, je kan het zo veranderen als je het wil, maar dat, dan moet je de honderdduizenden mensen meekrijgen om dat te veranderen. Het blijkt gewoon te werken. We zijn nu echt gewoon 15 jaar verder en het doet nog steeds hetzelfde. En het gaat natuurlijk met, met, met rollercoasters. Maar als je. Um, ik, hier is mijn verhaal van Bitcoin. Ja, toen het uitkwam, 2009, um, begonnen mensen, John en mij, te e-mailen. Bitcoin, dit moet je zien. En wij lachten ze uit. Dat is beanie babies voor het internet. Wat een, wat een, ah, hou op toch. Ze stuurden ons Bitcoin. Nee, dit moet je zien. Er zit echt wat in. We hebben, zolang ik mijn huur er niet mee kan betalen, is het oninteressant. Uh, 2015. Ik zei, hé, het bitcoin staat op 900 dollar. Wat is dat nou? Ik heb die dingen nog. Ik de oude laptop eruit. Haal, 65. Allemaal verkocht. Allemaal verkocht. Voor 900 dollar. Uh, zes maanden later. Het is 10.000 dollar. Ah. Dus ik voelde me vrij stom. En ik ben toen wat meer gaan verdiepen in hoe het nou echt zat. Ik heb de white paper gelezen. Ik heb hem gestudeerd. Ik kende Max Keizer. Maar ik heb, ik heb hem echt bestudeerd. En hij zat er al heel vroeg in. En alles wat uiteindelijk gezegd werd kwam steeds uit. Misschien niet in de tijdlijn dat bedenken. Maar uiteindelijk uh, is het gewoon een, een perfect... Als je ook de geschiedenis van geld bestudeert. Uh, er is gewoon geen betere uh, geldsoort als bitcoin in, op dit moment in de wereld. Omdat er maar zoveel van geproduceerd kan, kan, kan Beter worden. Beter dan goud? Ja. It is ja, goud kan ik vastpakken. En dat is mijn, mijn yeah. huivering bij uh, bitcoin. Op het moment dat uh, we een uh, um, solar flare hebben. En yeah. uh, alle elektronica op aarde valt uit. Zijn alle bitcoins weg. En, dat, en dan is jouw grootste probleem je geld? Nee, You got natuurlijk. some other shit going down, brother. En, 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 <laughs> en daarom, ze, daarom denk ik, goud is leuk. Maar ik wil ook land hebben waar ik eten op kan verbouwen. Ja, yeah. uh, oké. Okay. Uh, maar dat heb je met goud, wil je het ook hebben? Wil je ook een land hebben waar je. Op dit moment, in de wereld waar we in leven, uh, is bitcoin echt een, een fenomenale uitvinding. Uh, het is een soort digitaal goud. Mm -hmm. um, zo zie ik het. Um, echt, de, 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 de geschiedenis van. Uh, van geld is heel interessant. Als je ziet wat allemaal geld is geweest. Van kiezelsteentjes tot... We praten in Amerika nog steeds over clams. It's 100 clams. Want vroeger uh, in New York gebruikten ze letterlijk de schelpen van, uh, van de clams als, uh, als geld. Um, uh, 2019 um, kwam de Lightning Network. En dat uh, is een, een subnetwerk van Bitcoin waarbij je heel snel... Uh, kleine bedragen, kleinere bedragen heen en weer kan sturen. zonder hele hoge uh, fees. Uh, Sterk zelfs heel erg laag. En um, ik, ik zag daar um, een toekomst voor. voor podcasting en voor de value for value digitaal. En toen kwam corona. En toen kregen we de, de checkmark. Uh, alles ging naar beneden. Natuurlijk later ging het omhoog. En Bitcoin ging onder 4000. En toen zei ik tegen Tina, mijn vrouw: Ik zeg, nu gaan we erin. En we hebben gewoon, in, in het begin hebben we een, 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 echt een stukje gekocht. En nu hebben we gewoon elke dag, elke dag, zeven dagen per week, kopen we een klein beetje. Dus ons onze, onze gemiddelde is, we zijn ver, ver in, uh, in, de, in, de, in de zwarte cijfers, uh, 35-40 procent. Uh, en ik ben er nooit mee opgehouden. En ik heb het ook niet uitgegeven. En ik ben er heel blij mee. Nu, dus je uh, koopt, je, je doet niet zelf aan mining. Ja, ik heb ook uh, drie miners thuis. Uh, ja. Ik druk letterlijk geld uh, in de garage. Ongeveer een dollar. Dat is de echte een do American dream. Een dollar vijftig ja, ja. per dag, zo'n beetje. Dus niet, ik heb oude miners gekocht. Uh, of heb, iemand heeft ze gestuurd. Um, we hebben vrij lage energiekosten in Texas. Dus ik verdien echt een klein beetje geld eraan. Maar wat ik uh, verdiende toen het uh, op 20.000 do uh, 20 dollar stond, dat is natuurlijk nu uh, verdrievoudigd of meer naar de huidige koers. Maar daar gaat het niet om. Ik, ik, het is, ik wil het netwerk eerlijk houden. Ik wil bijdragen aan het netwerk. Daarom heb ik een, een paar miners die, die draaien. Het is meer dat idee dat we in, in de integriteit van het netwerk behouden. Je hebt best wel bereik. Hè? Je hebt het, uh, het over een miljoen mensen die die podcast voeren. En ja, nu poppen. ik hier ben, nu in, in deze show. <laughs> hopen we dat ja. we dat kunnen verdubbelen minimaal. Um, je spreekt je heel vrij uit. Uh, niemand kan jou controleren. Je bent nee. overtuigd, bitcoin. Stel je ik voor. kan mij voorstellen, als ik in de deep state zat, dat ik niet blij met je was. Heb jij iets gemerkt in Nederland of in de Verenigde Staten, dat uh, er is iemand naar je toe komt van, uh, even dimmen nu. Helemaal niks. Ik geloof dat ze me zo onbelangrijk vinden. <laughs> Echt waar. Ik ben niet belangrijk. Ik ben... En daarom heb ik ook van, van begin af aan, I'm the crackpot. I'm crazy. Uh, ik ben een complottheorist. Conspiracy therapist. Um, nee, en, en nu ik ook nog uh, een Jesus-freak ben. Ach, laat die curry maar. Die kan, die kan geen kwaad. Dat denk ik. Ik geloof dat, dat niet. Ja, uh, ik heb mezelf ik ook wel de Hofnar van de politiek, de wetenschap uh, uh, en de academie genoemd. Um, toch is dat in Nederland uh, anders uitgepakt. Uh, we hebben vorige week. Uh, uh, een veroordeling van een zittend politicus gehad. Uh, en ik heb veel contact met wetenschappers en advocaten in de Verenigde Staten. We zien het daar ook wel. Wie was dat? Ik heb dat denk ik... Gemerkt. Gideon van Meijeren. Die is uh, veroordeeld voor opruiing. Hij is nu collega van me. Op de, voor opruiming. Ah, ja. nu begrijp ik al de grappen voor, over opruiming. Ah, ja. oké. Okay. <laughs> nu snap ik het. Oké. Okay. Is, is nu een, strafrecht, een straf, uh, strafbaar feit. Nou, dat was het al dat een hele tijd. Het al. Alleen het wordt nu geherinterpreteerd dat het als het. Je andere mensen op gedachten brengt van een strafbaar feit, ja. dan is de opraiding. Ja, gelukkig in Amerika hebben wij uh, een Constitution en the First Amendment. We moeten het wel uh, uh, beschermen, want het mm -hmm. komt steeds onder druk. Daarom is het de Second Amendment, the Right to Bear Arms. Nou, daarvoor is hij dus veroordeeld, <laughs> omdat hij daarop wees. Nee, hij echt, wees naar Amerika. Nou, en gaat hij de bak in hiervoor? Nou, hij heeft 200 uur taakstraf gekregen. Oeh. Gaat natuurlijk in hoger beroep. Ja. Het vonnis is, is zo slecht dat ik ook aanraad om aangifte te doen tegen de rechters. Niet dat het iets uitmaakt, maar wel om het vast te leggen. Um, maar die, die, die opschuiving van waar het artikel ooit voor is bedoeld, wat al heel dubieus is. Mm -hmm. Ik heb wel het gevoel dat in de Verenigde Staten er een sterkere bescherming is met uh, artikel 1 en zeker artikel 2, de stok achter de deur. Ja. Toch spreek ik ook veel um, medici die hun medical license verliezen. Dus als het niet Via de juridische ja, maar, aan maar Dat is, dat, weer, dat een is weer een ambtenaren... dat uh, 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 stelletje ambtenaren die dat bepalen. Ja. Dat is die administrative state waar ik het over heb. Um, we hebben wel in Amerika het probleem... Uh, van de zogenaamde hate speech. Ja, en dat dit is, is gepolitiseerd. En dan zien we nu ja. in alle Europese landen... ook op Europees niveau... Engeland is geworden. Ja, Krank, heb ik geworden. Dus, twee weken dus geleden met David Aiko. Ja, dus wij hebben geen wetten voor hate speech, maar als je een, um, een strafbaar feit begaat en je hebt het gedaan uit haatlijke overweging, want volgens mij is dat bijna alles, dan kan je extra straf krijgen omdat het een hate crime is. Um, dit is allemaal begonnen rond 2010. De work en ik hebben dat allemaal allemaal gevolgd. Het begon met bullying. Mm -hmm. Bullying op school. Het was, dat was echt, het was echt een programma, een indoctrinatieprogramma van Amerikaanse jeugd. Hoe het hier is gegaan, weet ik niet. Maar het begon met bullying. En ja, ik ben opgegroeid letterlijk met sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me. En dat werd van. Uh, Your speech is violence against me. En uh, natuurlijk, we hebben een, een jonge generatie, een zwakke generatie. En tegelijkertijd um, uh, krijgen we de, de Rainbow Children. En uh, ja, dan ineens is het, je mag niet iets lelijks zeggen over me. En daar, toen begon echt de woke cultuur. En toen kreeg je bullying laws of uh, rules op scholen. Dus je kan niet, uh, nogmaals, toen ik groeide... Uh, if someone's a bully, you go up and you punch the bully in the nose. Dat moet je doen. En dat was natuurlijk niet iets wat iedereen deed, maar. Pas op, I I want dit is opruiing nu in Nederland. Ja. Yeah. Nee. Oh. <laughs> Wat zou, zou het lachen zijn als ze mij oppakten voor opbrengen? <laughs> het zou zeker grappig zijn. Alleen ben denk, ik bang dat, niet dat het niet dat het ondenkbaar is in Nederland. Echt? Ja. Nou, dat, dat, is, dat is heel jammer. Ja. Dat is heel erg jammer. Want uh, het is in een lijn. Hè, ik, volgende week moet ik voorkomen voor opbrengen. Voor de tweede zaak. Oh, is zaak. dat zo? Ja. Nou, wat heb je gedaan? Ja, niks. Maar en daar nee, gaat het nee, niet om. Wat, wat heb je gezegd? Wat zeggen zij dat ik heb gedaan? Ja, oké. Okay. Nou, deze zaak ging over... Ja. het ingesloten worden tijdens een demonstratie, mm -hmm. en dat is verboden volgens de Venice Commission, allemaal Europe Europese jurisprudentie, waarbij ik zei in een live tegen de mensen om me heen van, hé, hey, maar er is geen vordering, we worden ingesloten, dan is het gijzeling. Ja, maar moeten we dan burgeragenten onder rest zetten? Want dit is gijzeling, toch? En dat wordt nu uitgelegd als, ja, maar je hebt opgeroepen om geweld te plegen tegen het openbaar gezag. Mm. En... Dat was op Instagram? Het was op Facebook. Facebook. Ja. Uh -huh, uh -huh. ja. En, maar daar zie je al aan van hè, huh, maar niemand heeft dat als oproep uh, opgevat. Mm -hmm. 50.000 mm -hmm. kijkers. Niemand is overgegaan tot het onder burgerarrest stellen van agenten, omdat het ook geen oproep was. Maar dat is dus niet meer relevant. Het gaat er nu om, zouden er mensen op het idee kunnen zijn gebracht om dat wel te doen, zonder dat het is uitgevoerd, maar zou het kunnen? Dan is het op rij. That's crazy, man. Het is, uh, we zijn op een heel bijzonder uh, yeah. punt gekomen. Dat is heel jammer om te horen. Want uh, ik, ik zie wat er in Engeland is gebeurd. En het is. Ik, 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 ik heb daar gewoond vijf jaar. Ik kan niet geloven. Ik kan niet geloven. Uh, mensen moeten toch echt opstaan en zeggen we willen we pikken het niet meer. En anders ja. dan, pff, ga je gewoon onder de duim. Ja. Dus goed voor jou, dat je. Ja, ik zie het als een, uh, als een opportunity mm -hmm. om aan te tonen hoe corrupt het rechtssysteem is. Maar wat heb je voor rechten in Nederland? Heb je een vrijheid van meningsuiting? Is dat va is op dat... papier wel, ja. Ja, welk, welk nou ja, artikel het dat? Het valt onder artikel 10 EVRM, want het is eigenlijk allemaal Europees geregeld nu. Ja, there you go. Geweldig. Ja. 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 En op zich is dat een sterk artikel als het gevolgd werd en juist uitgelegd door de Nederlandse rechters. Ja. Maar dat is iets wat we in corona, vooral vanuit onze actiegroep natuurlijk, ja. echt hebben aangetoond. Ja. ...dat de rechtspraak een lachertje is. Dat is geen serieuze uh, Het is organisatie. Wij, wij begonnen vanaf week, dag tien van Fauci en Burks... ...begonnen wij al van nee, nee, nee. Precies, dat wilde. Wij begonnen toen al van nee, 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 nee. Jullie moeten doen wat je zelf wil. We geven je geen medisch advies, maar nee. Mm -hmm. Nee, gewoon nee. Gewoon nee. En dit was april of maart. Uh, het zal uh, half maart zijn hey, dus tien, begin april begin ja. april ja vlak Weet voor de dezelfde vlak voor de flatten the curve eh uh, eh ja. uh, Um, en het is natuurlijk ook zeer teleurstellend dat, uh, dat onze president dat doet. Die is toch gezwicht. Ja, dat is zeker. In het begin had hij nog uh, een beetje guts, maar hij ja. het toch in laten pakken. Ja, ja. en uh, ik snap nog steeds niet uh, waarom hij uh, blijft zeggen dat de vaccins zo goed waren. Ik, 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 dat is een zeer zwak punt van hem. Zeker, maar ik zie dat bij meer politici in de Verenigde Staten. er zijn een paar dingen waar je niet aan kan komen, want dan ben je vleugellam. Ik zie bij Kennedy en Israël. Israël kan niks fout doen in zijn ogen en dat denk ik van hè huh, maar als als er wordt gebombardeerd op civilians, dan toch, is het toch fout? Het Trump danst, da danst daar handig omheen. Ja, dat doet Ik hij weet heel niet goed. Hoe hij, hij doet dat erg goed. Nou ja, hij heeft een schoonzoon, Jared Kushner, die. Uh... Ja, maar de media valt hem daar nooit op aan. Nee. hij, hij af en toe zegt: oh, Israël, we've got to help. Dan, nou, dan hij, hij heeft hij iets wat. gedaan. Hij heeft de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst. Ja. En, en dat heeft hem heel veel credits gegeven. Daarmee is dat afgeschermd. Maar die vaccines en warp speed is een grote probleem En dat zeggen nu ook alle mensen die hem in principe steunen, voor, ik weet niet of het Bennen, maar wel Alex Jones en een paar andere dingen. Het, je... het enige hoe ik dat uit kan leggen, want je moet bij Trump, moet je soms denken, wat bedoelt hij nou? Um, is dat als er geen, want hij heeft de vaccins, zijn pas uh, uh, in de markt gebracht nadat hij weg was. Ja, die zijn tegengehouden die... zodat hij ze niet kon claimen. Juist. Uh, sterker zelfs. If it's a Trump-vaccine, zei Kamala Harris, ja. ik moet er niks van hebben. Maar als hij niet warp speed mRNA had gedaan, denk ik dat het mogelijk is dat wij inderdaad nog jarenlang in deze nee. uh, ik, vanuit zijn optiek, hè, dat, ja, vanuit wat, zijn wat ik wat, ik, optiek, wat, ja. denk wat hij ja. bedoelt, dat we dan nog jarenlang uh, restricties zouden hebben tot er een vaccin va was. Dat is de enige manier waarop ik kan verklaren dat hij dat zegt. En waarom hij dat niet gewoon zo zegt, snap ja. ik nog steeds niet. Want nee. dat is. Ik zit in Texas. Het, mensen waren echt bereid om voor RFK Jr. te stemmen. om dat punt. Precies. Totdat RFK een paar misstappen maakte. Ja. We, we zijn zo wispelteurig. Nee, maar er zijn ook gewoon op dat niveau. eigenlijk geen serieuze kandidaten. die hun morele ja. kompas volledig volgen. Uh, maar ja. Dit hoofdstuk in de geschiedenis zal nog lang besproken worden. Ja. Um, we kennen allemaal mensen die er uh, niet uit zijn gekomen. We kennen allemaal mensen die uh, hun leven verwoest is. Uh, hun loopbaan verwoest is. Hun familie uit elkaar getrokken is. Dit was echt, echt duivels. Check one for the devil. He got that one. Absoluut. Dus wat moeten we nu doen? Want heel veel mensen doen net alsof het is afgelopen. En omdat ik er heel diep in zit... en misschien vinden mensen mij daarvoor een complottheorist... maar zie ik dat dit gewoon met golven gaat. Mm -hmm. De eerste aanval is geweest. Die is weer teruggetrokken. Er is heel veel data verzameld door de griezels. En dat hebben ze perfect toegepast naar de algoritmes. De social media zijn onze echo-kamers en gevangenissen geworden. En die tweede golf die gaat ergens komen. Of het met de CBDC, oorlog, climate change... Bird flu? Hè? Bird flu... Of all at the same time. <laughs> all at the same time, wow. uiteindelijk. Ja. Ja, maar climate change is, is voor mij, dat, dat staat ja. bij mij bovenaan. Want climate change kan je overal gebruiken. Door ja. Climate change hebben we weer een virus. Door ja, climate overstroming, change hebben we een droogte, watertekort. Oh, ja. wat? Duitsland overstroomt, nooit ja. eerder gebeurd. Nooit wat aan het watermanagement gedaan. Maar oh nee, het is climate change. Uh, ik zie alleen maar oh, warmste zomer ooit. Ik kom in Nederland. Ik zit in de wasstraat de hele week. Ik ben hier één week. Het is alleen maar nou. regen en donker. <coughs> en koud. Cloud seeding, hè? <coughs> that, that, ook zo fantastisch. In, in de woestijn. En dan ook nog gewoon zeggen... nee, het is niet zo. Ja... Het is, Daarom zijn ja, maar het dit soort wordt, programma's het belangrijk. Aan twee kanten wordt het gedaan. Aan de ene kant zeggen ze, nee, dat is een gekke complot. Aan de andere kant zeggen ze, kijk eens, we zijn met nieuwe experimenten bezig... om te kijken of we de zon kunnen verduisteren door middel met wolken. En dit is volgens mij het spel om je gek te maken. En geloof je daarin? Nee, dan ben je gek. By the way, we doen het zelf. Maar geloof mij, dit is niet één clubje mensen. Dit zijn echt duivelse krachten. Echt gewoon puur kwaad, evil, du Satan. Duivelse krachten die dit doen. Dit is niet, je kan niet naar één groep mensen wijzen, je kan niet naar één... Je, het is niet alleen de Rothschilds of... Dat is het niet. We zitten in een spirituele oorlog en we hebben eigenlijk weinig spirituele tegenwicht aan onze kant. We hebben dat niet meer. Als we naar voren kijken, zie jij het nog goed komen? Zie jij weer uh, licht aan het einde van de oh, tunnel? Oh. We winnen. Uiteindelijk winnen. Ja, ik, dat wil ik graag Goed wint. Kwaad verliest. Maar wanneer dat is, uh, dat, dat weet ik niet. Maar het einde van het verhaal, de duivel verliest, God wint. Zonder meer. En daarna gaan we weer opnieuw een cyclus in? Uh, dat hoofdstuk van de Bijbel heb ik nog niet uit. <laughs> dus Revelation is een ingewikkeld. Uh, ingew duizend jaar krijgen we dan. De duivel gaat in de put voor duizend jaar. Um, maar ik denk dat wij veel meer in de hand hebben Als dat we denken en het, is, het is echt meer een, een, Het is een spirituele oorlog We moeten met andere, andere gereedschap uh, Op het strijdveld komen is, is mijn ontdekking Is wat ik nu voel um, Dat we moeten echt spiritueel Terug gaan duwen Want dat is het, het Mensen zijn gewoon mensen uh, ik geloof niet dat iedereen uh, als, een, als een kwaad mens geboren wordt. Of, uh, ik bedoel, ik zie ook. Uh, hoe heet onze klimaatpaus? Hoe heet die man? Ik ben zijn naam vergeten. Guterres? Die de Boiling. Timmermans. Timmermans. Timmermans, Timmermans. Ja. Die ken ik persoonlijk een paar keer tegengekomen. Niet eens een onaardige gozer, eerlijk gezegd. Hij werkte toen voor Balkenende. Hij was zeg maar, een soort uh, concierge voor Balkenende. Balkenende, die is raar. Dat is echt een rare nerd. Um, maar, er zijn niet echt... They're not evil people. It is veel, het is veel groter. Nee, maar dat is wat, wat nee, Ralph Dekker ook anders. vaak zegt. Er is daar niemand in de cockpit. Het zijn allemaal nerds. Dit ja. is revenge of the nerds, uh, nerds uh, on steroids. Ja, uh, maar je kan ze niet pakken door, door één of twee nee. eruit te lichten. We moeten echt veel meer bij elkaar komen. Mm -hmm. uh, uh, met elkaar positief. Uh, hogere vibraties. Wat je ook nu wil noemen. Prey. Um, daar moet het vandaan komen. Want nu pf, gaan we gewoon uh, uh, in een langzame uh, daling, uh, afdaling. Dus uh, dat is het enige wat ik kan zien. Maar ik weet wat ik zei. Aan het eind we winnen. We winnen zeker. Maar ik weet niet of jij en ik hier nog zitten. <laughs> maar het einde van de rit wint kwaad altijd of goed altijd over kwaad. Um, maar we kunnen dat zeker een stukje helpen. Ik hoop het. Super. Uh, ja. En uh, en ik doe het best voor, uh, voor wat ik in Amerika kan doen. Uh, want er zijn, in Amerika zijn er veel meer wakker uh, dan je denkt. Er is een heel groot stuk in het midden. En, uh, en ik voel dat als Amerika. En we hebben maar een paar jaar tijd, echt een paar jaar tijd. Als Amerika weer er bovenop kan komen. Uh, en mensen meer respect voor zichzelf hebben en voor het land. En we een paar dingen terugpakken. Dan kan de, een groot gedeelte van de westerse wereld. Mega. Uh, maar we hebben echt een korte tijd. Want 250 jaar uh, komt, er, komt eraan en dat is meestal het einde van de empire. Dus uh, ja. we zullen zien. We blijven bidden daarvoor. Dankjewel. Oké, okay, Prachtig gesprek. Sure. Oké. Okay. hem. Awesome.